gaan aftellen. Zullen we dat samen even doen? 3, 2, 1, go! Ouderen die lekker gaan buitenspelen. Dat is de bedoeling van de nieuwe speeltuin in de Genèvestraat. De speeltoestellen zijn zo gemaakt dat ouderen kinderen kunnen helpen bij het klauteren en klimmen, waardoor ze zelf ook actief in beweging komen. Ja, het is de bedoeling dat de ouderen, ja, die gaan niet klimmen in die grote rekken, die gaan ook niet van de glijbaan af. Maar deze speeltuin is juist zo leuk, omdat je als ouderen eigenlijk even mee moet lopen of even kan helpen. Zelf kun je ook wel een paar van die lagere paaltjes doen. Dat is allemaal goede oefeningen. In de praktijk zullen waarschijnlijk vooral kinderen de speeltuin bevolken, maar gehoopt wordt dat ook ouderen hun weg gaan vinden. Bij de stellages hangen instructiebordjes met uitleg over de oefeningen. Nou, eigenlijk alles wat hier is, wat de kinderen doen, kunnen ouderen ook doen. Waarschijnlijk op een wat rustiger tempo, wat rustiger niveau en wat gecontroleerder. Maar het kan allemaal. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik ben 66 jaar en het gaat prima. Het is leuk. Het is leuk en ik denk dat het extra leuk is als je het bijvoorbeeld met je kleinkinderen samen doet. Leerlingen van lokale basisscholen hebben ideeën aangeleverd voor het ontwerp. Een aantal daarvan zijn ook echt uitgevoerd. Dus kwamen ze nu een kijkje nemen bij hun speeltuin. Ik vind het echt super leuk en gezellig. Omdat we maken het voor ouderen en voor jonge mensen. Want dan kunnen zeg maar alle leeftijden kunnen hier naartoe. Die blokken daar hadden gemaakt. We hadden gewoon een idee om samen te doen en we hadden gewonnen. We waren heel blij. Ja, we waren heel blij. En dan gaan andere kinderen ook daarop spelen. Ja. En hebben hun ook lol op ons ontwerp.